Ja, Vaardenveld, wij schrokken allemaal een beetje op de perstribune, want er kwam een strafschop en jij ging achter de bal staan. Jij was toch eigenlijk wel de laatste persoon die wij op ons lijstje hadden staan? Ja, hier niet gelukkig. Dus ik sta als tweede op het lijstje en gelukkig met een klein beetje geluk gaat hij erin nu. Dus hopelijk blijf ik er staan. Hoeveel strafschoppen heb jij genomen in je carrière? Twee, tot nu toe. Het is nog niet, ik heb nog niet een hele lange carrière achter de rug. Dus ik heb er nu twee en allebei raak, dus dat is mooi. Dat is natuurlijk op een heel belangrijk moment, want het is uiteindelijk de winnende treffer. Hoe ging je achter die bal staan? Ja, ik moet zeggen, ik zat niet in de wedstrijd en ik kon hem wel gebruiken, zo'n opkikker. En ik ging een beetje met, altijd heb je gewoon gezonde spanning en dan gewoon binnenschieten. Je eerste goal voor Heracles Almelo, hoe voelt dat dan? Ja, is lekker. Is toch, gewoon scoren voelt altijd goed. En ook al is de penalty of iets, je moet hem toch maar maken. Maar toch een klein smetje op de wedstrijd, dat ik verder geen goede wedstrijd op de mat heb gelegd. Maar toch, eerste keer scoren is wel lekker. Vind je dat jullie verdiend gewonnen hebben van FC Groningen? Het is niet dat we nou, zoals ik zeg, ook misschien als team hebben we gewoon veel strijd aan de dag geleverd. En dat is uiteindelijk genoeg gebleken, gelukkig. Maar dat was niet onze beste wedstrijd. Nee. Hoe kan het dat jullie het zo moeilijk hadden met Groningen? Ja, hoe kan het? Normaal gesproken winnen we de duels wat makkelijker of de tweede ballen. En vandaag grepen er allemaal een beetje net naast en zaten er niet heel goed in. Maar als je dan ziet dat je wel gewoon uiteindelijk strijd levert de tweede helft. En dan kan je toch de drie punten over de streep trekken. Je hebt een paar weken in het centrum gestaan. Hè? Je staat nu eventjes twee keer links achterin. Hoe vind je dat? Ja, zwaarder. Linksback moet je wat meer rennen. Maar als centrale, was me zeker goed bevallen. En nu linksback, ik probeer gewoon zo goed mogelijk uit te voeren. En vandaag ben ik wel zelf kritisch en vond ik dat niet voldoende. Maar verder hoop ik gewoon wel gewoon goede potten neer te gaan zetten. Hoe zie je jouw plekje in het eerste helft eigenlijk? Want linksachterin zit de trainer straks wat ruimer in zijn keuzes. Hè? Want Van Hintem komt terug, Duarte. En centraal heeft hij nu Van der Buijs en Prupper, die natuurlijk wel even geblesseerd zijn. Maar hoe zie je dat voor je? Ja, dat moet ik maar aankijken. Ik weet niet wat de trainer in gedachten heeft. Verder. Ik heb tot nu toe alles gespeeld. En ik weet niet of er nu gelijk aanleiding is om mij te gaan wisselen. Dus ik denk niet dat dat nu per se aan de orde is. Dus dat moeten we nog maar gaan zien de komende tijd. We hebben nu even een Interland weekend. Dus dan kan de trainer er even goed over nadenken. En dan zien we het erna weer. Gefeliciteerd met je strafschop. Want dat is uiteindelijk toch het verhaal van de avond, hè? Gelukkig wel. Gelukkig positief afsluiten. En daar doen we het van.